Mijn moeder kon niet koken. Dat was een ouderwetse boerenvrouw. En ja, dat was gewoon, dat zei ik, zoals ze was al wat uit de tuin kwam, dat maakte je klaar. Want groente kopen, dat was te duur. Want dat was natuurlijk op het platteland, had iedereen daar een varken en het werd geslacht. Dat moest natuurlijk ook lang bewaard kunnen blijven. Dus dat was altijd heel zout en heel vet. En mijn man die hielp veel, die deed de avond van tevoren, schilderde die de aardappelen al voor me. En de groenten die haalde ik altijd uit de tuin, zo vers. Ja, dat was heel belangrijk. Dat is natuurlijk het bezwaar van die dozen. Want als ik bij mijn dochter ga eten, die komt me dus wel eens ophalen. En terwijl zij dan natuurlijk dat eten klaarmaakt, zit ik in de keuken. En als je dat dan ruikt, bijvoorbeeld soep of vleesbraden, dan krijg je trek. Dan beginnen je spiegelklieren te werken en dat heb je hier niet. Want dat komt natuurlijk kant en klaar aan in die gesloten dozen. En dan heb je eigenlijk nooit geen trek. Je moet eten en ruiken en dat is toch met koffiezaten ook zo. Als je in een verpleeghuis zit, is dat een van de voornaamste punten die je toch wel mag nog goed eten. Dat vind ik wel heel belangrijk.